In deze webles wil ik het gaan hebben over de modelleercyclus. En ik wil deze modelleercyclus als voorbeeldje gaan toepassen in een uh, opgave. En het is geen standaardopgave, dat zul je dadelijk wel zien. Het is, het is eigenlijk een opgave waarbij je te weinig gegevens krijgt en waarbij je ook echt zelf keuzes moet maken. Dus het, het lijkt meer op een soort praktische opdracht dan op echt een toetsopgave. Maar het is wel heel mooi om hier de modelleercyclus in uh, terug te laten komen. Nou, wat is de situatie? Ik heb een kasteel die staat boven op een hoge klif en de afstand tussen de zee en het kasteel is 110 meter. En in het kasteel bevindt zich een diepe put. En wat ga ik doen? Ik ga nu een muntje in deze diepe put laten vallen. En wat blijkt dan het geval te zijn? Na verloop van tijd hoor ik de plons van het muntje dat onder in de put in het water valt. En de vraag die ik mezelf ga stellen is, uh, ja, kan ik nu berekenen, bepalen, hoe diep die put is? En het blijkt dus ongeveer 9 seconden te duren tussen het loslaten van het muntje en het horen van de plons. Nou, stap 1 van uh, de modelleercyclus is dus ook inderdaad dat je jezelf uh, een onderzoeksvraag stelt en stel jezelf dan ook een onderzoeksvraag die te, be te beantwoorden is. En uh, vaak helpt het al zeker bij natuurkunde door een onderzoeksvraag te stellen waarbij er een bepaald getal Uitkomt als antwoord, dan ben je een kwantitatief onderzoek aan het doen. En in de regel is een kwantitatieve vraagstelling beter, makkelijker te beantwoorden dan een kwalitatieve vraagstelling. Stap 2 in de modelleercyclus is uh, dat je jezelf gaat oriënteren door een situatieschets te maken, maar ja, die hebben we eigenlijk al, en door ook de gegevens die je hebt gekregen een plaats te geven in die schets. Nou, dat heb ik hier ook al gedaan. Het is dus een hoogte van 110 meter boven zee. En 9 uh, seconden na het loslaten hoor je de plons en heeft het muntje uh, de bodem van de put bereikt. Belangrijk voor de rest van het verhaal is ook dat ik even mezelf ga afspreken. welke richting ik positief ga noemen en welke richting negatief. Dat is uh, zeker bij uh, opgaven die gaan over beweging en, en krachten en snelheid. altijd wel van belang dat je dat uh, goed realiseert. Nou. Deze situatie vind ik het handig om naar beneden eens een keer positief te noemen. Volgende stap in de modelleercyclus is dat we de boel gaan vereenvoudigen. Want dit is eigenlijk een hele complexe situatie. En ik wil er een, een berekening aan gaan, gaan verrichten. En dan is het ontzettend handig wanneer ik de situatie kan versimpelen, zo dat ik hem ook echt kan gaan berekenen. Nou, wat ga ik hier nu doen om het te versimpelen? Ik ga aannemen dat op het moment dat ik het muntje loslaat, het muntje een eenparige versnelling gaat uitvoeren. Het gaat een vrije val uitvoeren. En dan weet ik eigenlijk ook al meteen de versnelling waarmee hij dat gaat doen. Die is 9,81 meter per seconde in het kwadraat. Nou, en omdat ik nu naar beneden plus heb genoemd, is de versnelling ook positief. Want hij versnelt naar beneden. In een uh, grafiek ziet dat er zo uit: dit is de beweging die het muntje dan gaat maken. Gedurende die 9 seconden. En, uh, een paar versnelling is een, een rechte lijn in het VT-diagram. En ik kan nu ook uh, zelfs een stap verder gaan. Ik kan de volgende stap uh, gaan beantwoorden. Ik kan namelijk de vergelijking uh, die ik nodig heb gaan opstellen en proberen op te lossen. Nou, welke vergelijking ga ik opstellen? Ik wil weten hoe groot de afstand is die het muntje aflegt voordat hij uh, de bodem van de put bereikt. Ik wil eigenlijk uh, delta h berekenen. En wat is nou het mooie? Die delta h die zit natuurlijk verstopt in mijn VT-grafiek. Dat is het oppervlak onder mijn grafieklijn. En de vraag die ik uh, uh, nu aan mezelf stel is dus uh, een duidelijk vereenvoudigde vraag. Uh, kan ik het oppervlak onder de grafieklijn bepalen? Nou, dat kan denk ik wel, want ik weet dat het oppervlak van een driehoek gelijk is aan een half maal de breedte. En in de breedte staat de tijd uitgezet, maal de hoogte. En in de, op de y-as staat de, de snelheid uitgezet. En ik weet ook zijn maximale hoogte, de maximale snelheid die uh, het muntje uh, zal bereiken. Want als hij 9 seconden aan het vallen is, kan ik met de tweede vergelijking uitrekenen hoe groot dan zijn eindsnelheid is. En uh, dan heb ik eigenlijk alles om het oppervlak onder de grafiek te gaan bepalen. Kijk maar even, want als ik de. Eindsnelheid berekenen, die is 9,81 x 9 seconden, is uh, ongeveer afgerond al naar 90 meter per seconde. Dan kan ik die invullen in de bovenste vergelijking. Ik weet al dat die 9 seconden valt en uh, ik kan het oppervlak onder de grafiek uitrekenen, oftewel het hoogteverschil, oftewel de hoogte van de put uitrekenen. En die blijkt afgerond om op één cijfer significant 4 x 10 tot de macht 2 meter te zijn. Ja, waarom nu één cijfer significant? Dat heeft allemaal mee te maken dat ik uh, de tijd dat het uh, muntje valt ook maar op één cijfer significant heb, namelijk 9 seconden. Ik heb uh, mijn vergelijking opgesteld, ik heb mijn vergelijking opgelost, ik heb dus een antwoord. En dan is de volgende stap in uh, de modelleercyclus dat ik uh, mijn antwoord ga evalueren. Is mijn uh, antwoord, mijn uitkomst, zinnig? Nou, als ik nu kijk naar de situatie. Van het kasteel dat zich 110 meter boven het zeeniveau bevindt, is het dan heel erg logisch dat de put 400 meter diep is. Iets zegt me dat dat uh, niet heel erg logisch is, want een put zo dicht in de buurt van de zee, ja, die, daarvan zal de diepte toch wel een beetje in de buurt liggen van het zeeniveau, lijkt me. 400 meter is sowieso wel een hele, hele diepe put. En dan komt eigenlijk de laatste stap in de modelleercyclus zeker op het moment dat je tijdens je evaluatie bedenkt van nou misschien is mijn aanpak nog niet helemaal 100% geschikt is die nog niet helemaal goed dan is de laatste stap eigenlijk de belangrijkste stap is de reflectie waar heb ik wellicht iets fout gedaan wil ik niet zeggen maar waar ben ik iets te snel door de bocht gegaan waar heb ik aannames gemaakt die misschien niet meer redelijk zijn en als we dan even gaan kijken naar onze situatie met het uh, muntje die ik laat vallen in de put, dan uh, is het denk ik wel duidelijk welke aanname niet helemaal klopt. En dat is de aanname dat het muntje een vrije val gaat uitvoeren. Waarschijnlijk, nou niet waarschijnlijk, uh, maar zeker, zal het muntje geen vrije val uitvoeren, want op, op het moment dat het muntje gaat vallen, gaat het een luchtwrijving voelen. En hoe harder het muntje valt, hoe groter die luchtwrijving zal zijn. Nou, in de praktijk leidt dat ertoe dat uh, vrijwel alles wat je naar beneden gooit op aarde op een gegeven moment een eindsnelheid bereikt. En dat hangt af van de, de vorm en de massa van het voorwerp. En nu is zo'n muntje niet eens zo heel zwaar, het heeft een relatief groot, voorwerp, uh, groot uh, oppervlak. Dus uh, dat muntje zal op een gegeven moment een bepaalde eindsnelheid bereiken. Is er een filmpje op internet te vinden van de Midbusters, waarin ze dus ook hebben gemeten wat die eindsnelheid is, en zij kwamen op ongeveer 25 meter per seconde als eindsnelheid van een vallend muntje. Uh, dat houdt in dat ons VT-diagram er anders uit zal zien dan dat we net hadden gebruikt. Het zal dus geen rechte lijn zijn, zoals de doorgetrokken witte lijn uh, laat zien, maar het zal een lijn zijn die afbuigt, en op een gegeven moment bij een hoogte van 25 meter per seconde. Um, horizontaal zal gaan lopen. Nou, ik heb gewoon als schets heb ik de, de gestippelde um, oranje lijn weergegeven. Um, die oranje lijn zal dichter in de buurt liggen van de werkelijkheid dan de doorgetrokken witte lijn. En um, met die oranje lijn kan ik eigenlijk hetzelfde doen. Want ik kan weer zeggen: Ja, de afgelegde weg van het muntje zit verstopt in het oppervlak onder de oranje lijn. En uh, dat kun je op verschillende manieren doen. In deze situatie is het niet eens zo gek om uh, gewoon hokjes te gaan tellen. En als ik de hokjes tel en meeneem dat elk hokje gelijk is aan 10 meter, kijk maar goed in de grafiek dan zie je dat dat zo is, um, dan kom ik uit op ongeveer 14 hokjes, oftewel 140 meter diep. Ik ben dus opnieuw weer die modelleercyclus uh, door, uh, doorgegaan. Ik heb mijn modelletje aangepast. Ik heb er nu rekening gehouden met de luchtwrijving. Het is nu weer tijd voor de evaluatie. Ja, is deze uitkomst zinnig? Moeilijk te zeggen, maar hij is zeker zinniger dan mijn uitkomst tijdens de vorige cyclus. Want toen kwam er 400 meter uit als diepte van de put. 140 meter is al een stuk geloofwaardiger. Zou ik mijn model nog verder kunnen aanpassen, nog verder kunnen verbeteren? Nou, dat kan wel. Want met één uh, zaak heb ik nog geen rekening gehouden. Dat is eigenlijk een soort strikvraagje. De, uh, en ik kan het laten zien in de animatie. Als ik namelijk het muntje laat vallen, dan valt het naar beneden. Maar dan maakt het beneden geluid. En het geluid zal ook nog eerst van beneden naar boven terug moeten gaan. Wil ik het boven kunnen horen. Dus ik moet niet alleen rekening houden met de tijd dat het muntje naar beneden valt, maar ik moet ook rekening houden met de tijd. Dat het geluid erover doet om van onderaan de put terug te gaan naar boven. Ik kan mijn model nu dus ook uitbreiden dat ik rekening gehouden heb met de tijd die uh, de geluidsgolf erover doet om van onderaan de put terug te gaan naar boven. En ik kan er ook wel een schatting voor maken. Als ik nu uitga van een putdiepte van 140 meter, dan kan ik uit uh, uh, BINAS uh, halen hoe snel het geluid uh, beweegt door lucht. Dat blijkt 343 meter per seconde te zijn. Bij 20 graden Celsius. Maar ja, het is gewoon allemaal een aanname. Dus ik pak even deze waarde. En dan kan ik dus ook uitrekenen hoe lang het geluid erover doet. Om van onder aan de put terug naar boven te gaan. Nou, als ik dat doe. Dan blijkt daar 0,41 seconde uit te komen. Ongeveer 14 seconden. Dit kan ik natuurlijk ook weer meenemen in mijn uh, model. En dan zal mijn model waarschijnlijk nog beter de situatie uh, beschrijven. Dan dat het al deed. Uh, nu is er wel iets. Apart aan die 0,4 seconde, want ik had uh, net al gezegd dat die uh, meting van de tijd dat het muntje valt vrij grof is geweest, die is 9 seconden met één significant cijfer. Die 0,4 seconde die valt eigenlijk best wel weg tegen die 9 seconden. Dus mijn eerste conclusie is dat ik mezelf uh, heel sterk kan gaan afvragen, ja doet dat uh, die, die, die tijdsduur van het geluid terug naar boven doet dat er in deze situatie echt toe. Moet ik dat meenemen in mijn berekening? Ja, daar kun je over discussiëren, omdat je dus uh, de valtijd zo onnauwkeurig kent. Ik kan ook nog al een tweede conclusie uh, trekken. Uh, hoe lang die nou over doet, dat geluid om terug te gaan van onder naar boven, als je het zou meenemen in jouw bepaling. Dan zou dan altijd betekenen dat het muntje net iets minder lang kan gaan vallen naar beneden dan die 9 seconden. Want er moet ook altijd nog een golfje, een geluidsgolf terug naar boven. En dat houdt dus in dat als um, de valtijd net iets minder is dan 9 seconden, dan zal ook de putdiepte net iets minder zijn dan de putdiepte die we net hebben bepaald. En die was 140 meter. Dus het zal dichter in de buurt gaan komen bij die 110 meter um, bij het waterniveau van de zee.